bij het Bypoint Fall Detection systeem. We hebben een systeem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat als u te val komt met de fiets, er automatisch hulp gerealiseerd wordt. U kunt 3 contactpersonen registreren en na een valpartij ontvangen die onderbeurt een sms-bericht met daarin de exacte locatie plus gps-coördinaten. Dit zorgt ervoor dat u altijd na een fietsongeval de juiste hulp krijgt. Inmiddels zijn de ongevallen natuurlijk enorm aan het stijgen en is de kans op een ongeluk ook steeds aan het groeien. Daardoor hebben we dit systeem ontwikkeld die zonder koppeling van mobiele telefoon en app werkt. Het systeem kost €114,90 voor het systeem, plus er zit een licentie bij, maar die kunt u betalen voor 1, 2 of 4 jaar. Dat kost omgerekend tussen de €2,99 en €4,99 per maand. En die kunt u dus in 1 keer afsluiten, zodat het niet voelt als een abonnement.
dat is heel lastig. Je zet het schuin op de grond, heen draaien. Als je denkt dat je verdonden hebt, afscheuren. En dit zit de hele dag. Daar kan je mee douchen, je kan ermee zwemmen. Heeft de hond nou een andere verzorging nodig, kan je het altijd een gaasje of zo. Mantelzorgwoningen.nl. Deze woningen die mogen geplaatst worden op eigen grondstuk. Dat wil zeggen een tuin, alleen een tuin waar bij familie de kinderen of de kinderen kopen het huis van de ouders. En die, daar mag je dan in geplaatst worden en daar mag dan de mantelzorg in verricht worden. En kunt u iets zeggen van de oppervlakte ongeveer? De oppervlakte van deze woning is 82 vierkante meter. Het is zo dat de grootte van de woning wordt met de klant zelf bepaald. Wat dan ook de prijs maakt. De prijs van deze woning bijvoorbeeld is 175.000 euro. Er komt plaatsen en transport en dergelijke, dat komt er allemaal bij. Maar ook dat gaat weer een overleg met de klant. Oh ja. En deze woning is dus 81 vierkante meter? 82 vierkante meter, ja. Dus die moet in overleg met de gemeente moet zo'n woning geplaatst worden. U moet ervan uitgaan dat de plaatsing van deze woning is afhankelijk van de grootte van de tuin. En het bebouwde oppervlakte van het perceel, daar krijgt u op een gegeven moment vergunning voor. Krijgt u horen van de gemeente hoe groot dat u mag plaatsen. En dat heeft dus te maken op dat moment met de bebouwde oppervlakte van het perceel. Mooi, fijn, dank u wel. Ja, graag gedaan. Mijn naam is Hugo en ik werk bij Thuis aan Huis. Wij zijn gevestigd in Roosendaal en wij zijn producent van tijdelijke zorgwoningen. Wij maken zowel zorgunits, zoals deze, als mantelzorgwoningen. Het zijn complete tijdelijke woningen. Een zorgunit wordt vaak ingezet voor mensen die langer alleen wilden blijven wonen in de huidige woning. En dan zetten wij daar een unit tegen de woning aan met onder andere een slaap- en een badkamer, zodat alles gelijkvloers wordt. Dit alles doen wij op een manier dat het ook rolstoel toegankelijk is, door onder andere het gebruik maken van verbrede deuren, maar ook een draaicirkel die toegankelijk is voor dus een rolstoel. Nou, een prijs voor een simpel 6x3 unit, waar alles dus in zit voor één persoon, die varieert tussen de 35.000 en de 40.000 euro. En dan kunnen we samen kijken naar de afwerking. Wat betreft de mantelzorgwoning kijken we vaak naar een tweepersoonswoning. Omdat iemand samen in de achtertuin van bijvoorbeeld zoon of dochter wil gaan wonen. Dan praten we al gauw over een woning van 72 vierkante meter. Dus 12 meter lang en 6 meter breed. En die prijs die varieert tussen de 130.000 en de 140.000 euro. Daarnaast komen er nog plaatsingskosten bij. En die plaatsingskosten zijn heel locatie-specifiek. De reden dat ik die nu niet zo kan noemen, is omdat, stel, wij zitten nu in Roosendaal.
En wij moeten naar Groningen toe om te gaan plaatsen. En dan zijn we natuurlijk aanzienlijk hoger, omdat wij in, zeg maar, Roosendaal zouden kunnen plaatsen. Maar als jullie die graag zouden willen weten, kunnen we er natuurlijk altijd samen naar kijken. U plaatst de woning ook? Ja, wij doen alles zelf. Wij produceren de woning ook zelf in Roosendaal. Dus tijdens het proces staat het de cliënt ook vrij om te komen kijken en te kunnen zien hoe dat zijn woning gemaakt wordt. En als nu een inwoner overlijdt, wat gebeurt er dan? Dan zijn er meerdere mogelijkheden. Meestal wordt de unit weggehaald. Dan kunnen wij fungeren als makelaar of wij kopen hem terug. En soms wordt de unit rechtstreeks aan iemand anders doorverkocht. Dat is het mooie van onze manier van bouwen, dat die woningen opnieuw ingezet kunnen worden, waardoor dat dus modulair is. Citroën Berlingo. Het bed bestaat uit 3 losse segmenten. Ziet u hier, kunt u gewoon in zijn geheel plaatsen en achter op de box verzamelen. 3 hoog opstapelen. Vervolgens kunt u het complete bedframe omklappen en helemaal terug in de box stoppen. Vervolgens heeft u gewoon de complete achterbank weer ter beschikking om te kunnen gebruiken. Dank u wel.